Het Rijksmuseum is elk jaar van de partij, al hoe lang eigenlijk ongeveer? 8 jaar zijn we met het Rijksmuseum en ING al bij TEFAF. En het is fantastisch, 8 fantastische jaren. Wat is precies het doel van jullie aanwezigheid hier met een stand? Ja, TEFAF is het belangrijkste kunstevenement in Nederland als beurs. En het Rijksmuseum, ja, het Museum van Nederland, daar moeten we natuurlijk aanwezig zijn. En op de stand laten we elk jaar iets zien wat je niet op de beurs kan kopen, maar wat toch er heel erg toe doet. En Rembrandt is natuurlijk de kunstenaar van de kunstenaars. En dit jaar hebben we aan een jonge kunstenaar gevraagd, Christian Borslap, om zich te laten inspireren door Rembrandt. En Rembrandt is ook de schilder die de meeste zelfportretten maakte. En we hebben hier een installatie met fantastische spiegels. En als je op één plek gaat staan, dan zie je jezelf 270 keer. En zoals David Hockney ooit zei, mirrors are powerful, they make pictures. En dat is wat het is. Je staat er en je ziet 270 afbeeldingen van jezelf. Dus op een of andere manier zorgen jullie er toch voor dat ook dit jaar Rembrandt van de partij is? Ja, Rembrandt is altijd van de partij. Want Rembrandt heeft op alle kunstenaars na hem zoveel invloed gehad. En dat zie je ook op TEFAF weer. Elke keer zie je schilders die door Rembrandt beïnvloed zijn. En ja, TEFAF blijft iets magisch. Die dag van de opening, die loopt rond en je ziet de meest ongelofelijke dingen. En je moet je, denk ik, vooral als koper hier moet je laten leiden door wat je hart je ingeeft. En dingen waar je verliefd op wordt, ja, daar moet je voor gaan. En hebt u zelf ook nog wat op de verlanglijst voor het museum zelf? Loopt u nog met een bloknootje rond? Wij hebben altijd dingen op de verlanglijst en die ga ik u niet verklappen. Maar dit keer op TEFAF, we hebben net 2 fantastische aankopen gedaan. Dus we zijn nu even iets op de rem gaan staan. Maar we hebben zeker dingen die prachtig zijn. En het is altijd een heel spannend moment op TEFAF. In de loop der jaren is er ook altijd wel weer eens links of rechts een geluid in de pers. Van God, waarom eigenlijk in Maastricht? Waarom moet TEFAF niet in Amsterdam? Want dat is toch de hoofdstad. U zit zelf met het museum in de hoofdstad. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik vind het juist prachtig dat wij zitten in de hoofdstad. En dat je tot in Maastricht, dat je daar kunst hebt. En ja, TEFAF is van Maastricht, maar TEFAF is ook internationaal. En de mensen die hier komen, die komen van heinde en ver. En die komen ook naar Maastricht toe. Dus voor Maastricht als stad is het ook een prachtig moment. Ja. En ja, kunst is van iedereen en is over de hele wereld. Dus Maastricht is een prachtige plek. Dat hoef je niet te verplaatsen naar Amsterdam om meer mensen uit het buitenland te krijgen bijvoorbeeld. Nee, ik denk dat wat je ziet is hier een ontzettend internationaal publiek. En je merkt dat die toch elke keer weer je toch naar Maastricht maken. En wat ook het bijzondere is, dat als ze hier naartoe komen, dan zijn ze hier ook echt voor de TEFAF. Dus dan gaan ze niet nog allemaal andere dingen doen. En dat is het mooie, dat je ook echt hun aandacht hebt. En ja, er is hier zoveel te zien dat je eigenlijk niet naar buiten hoeft. Want je bent hier op de beurs en kan hier dagen smullen. De Destination Fair. Precies.